Nee. Ik wel. Jij wel, ja, natuurlijk. Ja, ik kom hier niet op de buurt. Martijn van Helvert op campagne. Enig idee hoe dat eruit ziet? Nou, laat eens kijken. Zo. Ja, een poster. CDA, recht uit het hart. Ja, en ondanks dit filmpje, misschien wel dankzij dit filmpje, dat weet je, net te weinig stemmen om meteen in de Tweede Kamer te komen. Maar vandaag, feestdag. Is het toch gelukt, want vandaag heeft u zijn eerste stapje stand toch gezet. Vorige keer net niet genoeg voorkeurstemmen, meneer Van Helvert, in Den Haag op dit moment. Drukt dat de pret dat u even heeft moeten wachten? Nou, goed, dat was toen inderdaad wel jammer en te weinig. Er waren gewoon superveel stemmen. Ik heb vanmorgen al gezegd, als jullie een Limburgs Kamerlid vinden met meer stemmen dan ik, dan krijgen jullie een vlaai. En tot op heden heeft nog niemand van L1 gereageerd. Nee, zonder flauwekul. Super begonnen vandaag. Het was een hele mooie plechtigheid, zou ik haast willen zeggen, in de Tweede Kamer. Ze waren wel hevig geschokt, want ik had natuurlijk mijn hele familie meegenomen. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt hier in het Hoge Noorden. Maar dan weten ze meteen waar we vandaan komen. Dus dat was hartstikke mooi. Nou, herinner ik me van uw collega-oppositielid Dion Graus, toen die de eerste dag in zijn Tweede Kamer beleefde. Toen vertelde hij achteraf dat hij verdwaald was in het gebouw. En dat was zijn meest heftige herinnering. Wat was uw meest heftige herinnering aan uw kennismaking met het gebouw? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben een tijdje ook bestuursassistent van gedeputeerde Lebens geweest van de provincie Limburg. Dat is al een paar jaar terug. En toen ben ik eigenlijk voor de provincie en voor de gedeputeerde al regelmatig in de Tweede Kamer geweest. Dus het is niet zo dat ik er de eerste keer was. Maar ik mocht nu wel op plaatsen komen waar ik nog nooit geweest was. En dat vond ik wel heel erg speciaal. En ik ben eigenlijk ook heel erg blij dat ik nou eindelijk mag beginnen wat ik in 2012 in die campagne beloofd heb. Namelijk Limburg en Nederland vertegenwoordigen in de landelijke arena hier in Den Haag. En daar heb ik heel veel zin in. Ja, Limburg zit in het verdomhoekje, heeft u een keer gezegd. Wat gaat u daaraan doen om dat te veranderen? Nou, wat ik daarmee ga doen is goed contact houden ook met provinciale staten. Zoals u weet hebben we daar vrijdag bijvoorbeeld nog een motie ingediend voor de verbreding van de A2 in het noorden van Limburg. Nou, dat zijn dingen die je wel meeneemt hier naartoe. En dan moeten we kijken of je hier samen met ook de VVD en de Partij van de Arbeid, die in Limburg heel enthousiast zijn over die verbreding, of we die mensen, de volksvertegenwoordigers hier van de VVD en de Partij van de Arbeid, zover krijgen dat ze ook luisteren naar hun collega's in Limburg. En dat zijn bijvoorbeeld dingen waar we hard aan gaan werken. Ja, infrastructuur. Dus, maar even naar de lange termijn kijken. Want al die Kamerleden die blijven maar een jaar of wat zitten. En dan gaan ze weer wat anders zoeken. Wat is uw lange termijn planning? Staatssecretaris, minister, minister-president, koning? Zegt u het maar. Gouverneur. Nee, ik moet toch wel over een jaar of acht moet ik toch wel minister-president zijn. Dat moet duidelijk zijn. Ik schrijf het even op. Nee, zonder flauwekul. Ik heb echt heel veel zin in de job die ik nu ga doen. En daar ben ik ook goed in. Ik ben ook een volksvertegenwoordiger. U moet mij nu niet bestuurder laten zijn. Ik zou nu geen gedeputeerde moeten zijn. Laat mij nog echt alsjeblieft voor het volk opkomen. Dat vind ik hartstikke mooi. Laat me eerst eens mooi bloeien op de plaats waar ik nu geplant ben. En daar kunnen we altijd verder kijken. Maar wat ik nu mag doen, dat is echt een topfunctie. Daar ben ik zeer door vereerd dat ik dat mag doen. En daar heb ik ook heel veel zin in. Morgen, wat staat er op het programma? Morgen vroeg 9 uur? Morgen vroeg 9 uur zit ik waarschijnlijk nog in de trein. Want om 10 uur heb ik een eerste afspraak in Den Haag. Ik ga vanavond nog met mijn vrouw en kinderen, want die zijn ook nog hier in Den Haag op dit moment. Gaan wij even nog wat eten en dan snel naar huis. Want morgen moeten de kids ook weer naar school. En morgen vroeg pak ik dan heel vroeg de trein. Zodat ik wel op tijd in Den Haag ben voor de eerste afspraak. Met? Willen we toch even weten? Morgen vroeg hebben we een afspraak met Nota Bene, dat is op zich wel leuk, met de KLM. Die willen eens contact leggen met de nieuwe woordvoerder Infra. En dat vind ik heel interessant. Ja. Goed, nou, daar willen we graag voor over op de hoogte worden gehouden. Dank u wel, meneer Van Helvert. Ik weet al wat hier over 3 jaar is.